Een ravage is wat de rest van dit uitgebrande chalet. De schade is enorm. Ja, er is heel weinig van over, ja. Ja, een explosie doet heel veel en dan een brand, dus dat brengt veel schade, ja. Aan de brand die rond middernacht ontstaat, gaat dus een explosie vooraf. Twee campingbewoners van de Dikkenberg gaan er direct op af. Er zat een man in de woonkamer, de hele voorpui was weg ontploft, zeg maar. En die man zat in de vuurzee. Ik zag een man binnenzetten die in brand stond. En hebben we water en brandblussers erbij gepakt. En ik ben via de zijkant naar binnen gegaan. Dan heb ik die man moeten blussen omdat hij in brand stond. We hebben vier keer geroepen dat hij moest komen, maar hij bleef gewoon zitten. En toen zijn wij die wagen ingegaan. Ik en een maatje. En toen hebben we hem naar buiten gesleurd. Toen hebben we hem buiten neergelegd en een handdoek over zijn hoofd ingedaan met water. De man is er bijzonder slecht aan toe. Links en rechts hadden we hem bij de armen en we moesten drie keer overpakken, want alles, we konden geen houvast op hem krijgen. En vandaag blijkt dat het slachtoffer zwaar gewond is. Ja, de man is er slecht aan toe. Wat ik begreep, gisteravond is hij met ambulance afgevoerd uiteraard. En hij is naar Beverwijk overgebracht, heb ik begrepen. Dus het gaat niet goed met hem. De politie heeft vandaag technisch onderzoek gedaan, maar het resultaat daarvan is nog niet bekend.